En ik heb zin in vanavond, want dan wordt het gezellig. Goedemorgen, het is dinsdagochtend en een hele andere ochtend voor mij. Marco heeft Sarah naar school gebracht. Dat moet af en toe eens uitkomen dat het kan. En dat was vandaag, dus ik ben wel mee opgestaan, maar nog niet de deur uit geweest vandaag. Het is wel een beetje raar altijd, dan ben je heel je patroon kwijt, zeg maar. Maar goed, ik ga vandaag even proberen heel veel aan kant te krijgen. Echt, door die verbouwing wordt helemaal gek van de rommel. Maar Marcus' vinger gaat iets beter. Dus die heeft gisteren wat geklust. Ik hoop zo dat dat snel af is. Want dan is het, zijn we wel zo uit de rommel. Ik ben zo blij en zo moe. Ik zei natuurlijk al vanaf het begin dat ik die nieuwe bank echt verschrikkelijk vond. En ik had die oude bank nog niet weggedaan. Dus ik heb mijn oude bank weer neergezet en ik ben zo happy. Echt, deze zit tenminste lekker. Hij is niet mooi meer, maar die andere vond ik echt, echt, echt zo verschrikkelijk zitten. Dus nu moet die andere weg en die staat nu in de weg. Maar goed, ik ben blij dat ik op deze bank zit. Want hier word ik een stuk gelukkiger van. Maar het was echt zwaar werk omdat ik dus twee bankstellen in de woonkamer had die om elkaar heen moesten draaien. En banken zijn zwaar. Ik ben echt lang bezig geweest. But I did it. Sarah is net uit school, al gelijk weer aan het fietsen voor de deur. En ik zie iets, ze heeft een boekje gemaakt, maar echt te grappig. Er was eens een snoepmens, dat heette Sarah. Ah, hoe grappig. Ze heeft een heel verhaal. Kijk, hele pagina's volgens heeft. Het is ook echt een boek. Te leuk. Ze maken zulke leuke dingen op deze leeftijd. Ik weet niet eens hoe ik het allemaal moet bewaren. Oh, en nog dictees en zo. Echt heerlijk. Ik vind dat zo leuk. Oh, nog een verhaal. Ik hou niet van corona. Ik kom gewoon nog iets bij mensen waar ik van hou. Corona af. Echt, ik wil van dat gezeur af. En ook van het handen ontsmetten en handen wassen. Ik speel gewoon vaak buiten. Ja, nou ja, duidelijk. Wat een verschrikkelijk weer. Ik moet even snel langs moeder en langs de Jumbo. En het was even droog en dan ga je de deur uit. En dan begint het toch te regenen, maar geen paraplu bij niks. Echt. Ik haat regen. En ik kan deze bocht niet maken. En ik heb zin in vanavond, want dan wordt het gezellig. En lekker veel ongezonde zooi voor vanavond. We hebben net gegeten. En nu, ik had het met Sarah over de encyclopedie die ze besteld had in november vorig jaar. En die is dus nog steeds niet binnen. En we hadden wel al bericht gekregen dat het langer zou kunnen duren. Maar we gingen toen kijken. Vanmiddag of gisteren. Gisteravond volgens mij. En het stond er januari 2021. Maar ze heeft hem in november 2019 besteld. Dus wel heel bizar natuurlijk. Dat het is gewoon echt van de zotte. Want dat is gewoon 14 maanden. Nou, 14 maanden voor een boek. Hè? Dus ik zit nu met de bol.com chat. Klantenservice chat. Te kijken wat de bedoeling is. Als ik deze nu zou vervangen, duurt het 28 weken.
We zitten nu in juni, dus dat is ook wat vaag, joh. Hoe kan je nou 14 maanden leeftijd hebben? En het was stom, want ze had de cadeaubonna. Dus daar heeft ze hem van besteld. En toen hadden we wel bericht gekregen. Hij stond eerst gewoon op voorraad. Toen hadden we bericht gekregen dat langer en natuurlijk meerdere berichtjes. Nou, als je al langer kijkt, dan is dat wel voorbijgekomen in de vlogs. Maar ja, dan op een gegeven moment duurt het zo lang, dan ga je het een beetje vergeten. En van de week had ze het weer over. Dus, sorry, ik zit ondertussen te chatten elke keer als ik antwoord krijg. Dus ik zei, dan ga ik bellen. Maar dan vergeet je dat ook alweer een paar dagen. En nu dacht ik eraan. Maar vroeger stond er een telefoonnummer dat je kan bellen. Dat vind ik met dit soort dingen echt 10 keer fijner. Maar goed, tegenwoordig moet alles op de chat en zo. Of wat dat betreft, ouderwets bellen. Maar ze gaat het nu navragen bij de afdeling inkoop. Om te kijken hoe lang het kan duren. En wat de mogelijkheden zijn. Dus daar moet ik nu even op wachten. Spelletjesavond! Met Orlando! Eten. Gailey! En eten! Chips en nootjes! En speciaal voor Gailey, worst! En nootjes? Nee, worst. Er is alleen nog een eikel. Zullen we naar het park gaan, eikeltjes halen? You may be wondering, how did we rank the cards? Well, we didn't! We asked a panel of serious, highly qualified grown-ups to do it for us. Our panel includes marriage counselors, therapists, career counselors, and social workers, collectively representing over 150 years of clinical Ik haat dat ook altijd, dan kom je er niet meer uit. Experience. Trust us, they know their shit. They carefully evaluate each event, even the mormonic ones, considering such factors as an anxiety level, emotional trauma, long-term physical damage. After these were reviewed, we average their scores to create our mystery index. Dit klinkt ook echt nu als een heel boeiend spel, hè? We gaan Shit Happens spelen. Ik denk dat we Kelly de audioversie moeten laten inspreken. Ja, echt, als mensen niet willen lezen, dat ze gewoon Kelly afspelen. Ja! Zo, dan gaan we je verkopen op bol.com. Ja, en dan krijg je dus dit soort dingen. Wat heb jij? Trapped on an elevator overnight with Maria Carey's All I Want for Christmas. Oh, maar dat vind ik een leuk liedje. Dus dat zou ja, maar hele nacht. Maar blijf draaien. Ik vind deze wel grappig, valt plaatje. Ja. Splinters in je genitals. Hoe krijg je daar nog splinters? Nou, dan zou ik echt wel heel veel stress hebben. Pinocchio verkrachten. Wat echt jij voor ideeën hebt. Hey, jullie stelden de vraag. Ik geef alleen maar antwoord. Voor mij heeft u Once Upon a Time gekeken. Nee. Zo, maar die moet je wel kijken, die is goed. Die Pinocchio, trouwens, hè, als die wat volwassener is geworden. Nou, die is wel echt heel leuk, ja. Zo kreeg je de splinters daar. Taken hostage during bank robbery. Oh ja, dat zou ik persoonlijk niet zo erg vinden. Als ze maar knap zijn, hè, dat is het dan. Kijk even allemaal 365 dagen op Netflix. Dat vond ik een beetje tegenvallen, maar vertel. Ik zou hem hier tussen doen. Tussen de 17 en de 37. Fout. Orlando. Over de 39. Ja, die was wel heel makkelijk, hè? Het is een hoge. 90? Echt? Ja. Vinden mensen zo eng? Nou ja, als jij een geweer op je krijgt en je kan elk moment doodgeschoten worden, kan dat best wel stressvol zijn, kind. Ik heb nog steeds liever dat dan een splinter in mijn ballen. Ja, ik ook. Heel net zeggen. Step on a rusty nail. Oeh. Wat gaan we doen? Ik ga hem tussen de 67 en de 95 leggen. Nee. Kelly. Hoe graag wil jij nog roeste spijkers staan? Liever niet. Maar ik kan mij nog van hoe heet dat hutten bouwen herinneren.
Nou, ik had het daar een keer dat ik pas merkte dat ik erin stond toen mijn voet optilde en die plank zo aan mijn schoen bleef hangen. Ja, precies. Ja, maar dan zat hij niet echt in je voet. Hij zat echt in mijn voet, zo'n stuk. Ja, maar kijk het plaatje. Oké, hij zat niet door mijn voet. Ja. Hij zat wel echt goed in mijn voet. Ik zeg, want dat hij hier tussen zit. Hij zit onder de 37, maar wel boven de 17. Dat klopt. 27. Nou, zo laag had ik hem niet verwacht. Accidentally sexed your mom. En wat zit je daar dan in? Zo, dat is wel... Ja. Dat doet ze elke week, dus ik weet het niet meer. Nou, ik heb alleen een verkeerd berichtje naar mijn moeder gestuurd die niet voor haar was. En hoe groot was je toen? Nou, zo gelukkig kan ze geen Engels, dus dat scheelt. Dat scheelt. Nou, ik denk dat hij tussen de 48 en de 93 zit. Je hebt daar een heel mooi gat, hè? Maar dat is het niet. Zo. Het is het niet, het is het niet. Vertel maar, wat denk jij? Kijk, wat was het dan? God, ik heb hier zo'n klein... Ja, dat heb ik ook op sommige stukjes. Weet je, dit is allemaal zo krap. Als ik allemaal verkeerd te gokken, dan heb ik net het verkeerde. Ik ga gewoon onder de 29,5. Je hebt hem. Echt? Ja, het is maar 17,5. A shard of glass in salad. Oeh, daar kan je wel echt nasty van verwonden natuurlijk. Ja, ik ga hem tussen de 62 en de 67 zetten. Ik heb hier niet echt veel goud in dit gebied. Nee. Oeh. Nu jij. Gewoon een klein stukje glas. Ik heb een scherp. Een gebruiksaanwijzing. Ga uit van het ergste. Elke week één keer doe. Hallo. Hallo. Een collega heeft dat gedaan. Nou, Kil. Ja, weet je wat ik denk? Ik denk dat als dat bij mij zou gebeuren, dat ik het gewoon terug zou sturen. Ja, maar je kan hem ook in je mond hebben. Ik kan wel een hap doorslikken. Ik denk tussen de 27 en 27. 24. Oeh. Deze vraag moest ik echt even verwerken. En de uitkomst moet ik al helemaal verwerken. Threesome. You and your parents. What the fuck? Juist. Ik moest hem even een paar keer lezen. Voordat ik hier überhaupt... Boven de 93,5. Ja, alsjeblieft. What the fuck? Dat is echt... Spelletjeavond was weer leuk. Daarna heel snel gaan editen. Want ik wilde echt bijblijven. Dus die heb ik af. Renderen dat van morgen dan wel. Dat kan ook als ik niet achter de computer zit. En ik ga even alles sluiten. Opruimen hebben we net voor het grootste gedeelte al gedaan. Het draait hier langzaam. Dus ik wil even bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. En ik hoop je natuurlijk morgen weer te zien. Doei doei!